Wielrenner Dylan Groenewegen staat donderdag 1 augustus opnieuw aan de start van de profronde Westland in Wateringen. De renner van Jumbo-Visma won vorig jaar en in 2016 ook al de wielerkoers. Op dit moment rijdt Groenewegen de Tour de France. Op de eerste rustdag van de Tour, dinsdag 16 juli, verwacht de organisatie meer namen bekend te maken van profs die naar de profronde Westland komen. De Ronde van Wateringen staat ieder jaar garant voor tienduizenden bezoekers.